Wij vinden het belangrijk om de zorg voor de patiënt beter te maken, de kosten besparen en ook het leven van onze patiënt beter maken voor een sneller en goed diagnose. Niet alleen voor de patiënt die kan reageren, maar voor alle patiënten. MindEffect is een health tech venture met heel erg geavanceerd AI-technologie. Met onze Sophie hoorsysteem kunnen wij binnen een paar minuten bepalen hoe goed iemand hoort. Simpelweg door te kijken naar de reacties van de hersens op stimuli. Voor elke patiënt bouwen we eigenlijk een unieke database op. Die gaat over de koppeling van de stimuli en de hersensignalen. En daarop kunnen we berekenen, aan de hand daarvan kunnen we berekenen waar de gehoorstrempel voor de patiënt ligt. AI is voor ons eigenlijk vanaf het begin heel belangrijk geweest. Het helpt ons om hersensignalen snel te verwerken en te analyseren. Om zo een persoonlijke diagnose voor de patiënt te stellen. Dit hele test, dit is zo bijzonder, maar de hele test duurt alleen 10 minuten. En de patiënt hoeft niets om te doen. Maar de patiënt mag alleen gewoon rust of lekker zitten of een video kijken dat ze vinden leuk. En in minder dan 10 minuten krijgen wij een perfecte uitslag. De gewone systeem is helemaal anders. Het is gebaseerd op technologie dat is meer dan 60 jaar oud. Je moet zeggen, de patiënt moet zeggen, ja, ik hoor dit of nee, ik hoor het niet. Maar niet één keer. Dit is voor meer dan 100 keer per test. Als je wil echt goed zien, kan dit kind of dit oude mensen of dit mens, kan dit mensen eigenlijk goed horen. Wat is heel erg belangrijk voor ons als een bedrijf, is dat het product maakt de workflow beter. Het maakt de stressniveau van de patiënt, maar ook de medische werker, vermindert. En we kunnen heel makkelijk en heel snel betere informatie voor een sneller en betere diagnose maken. Vanuit de Rijksoverheid zetten we in op mensgerichte AI. Dat is AI die in lijn is met menselijke waarden en waar je echt iets aan hebt. Zoals in dit voorbeeld waar met AI makkelijker diagnoses worden gesteld en metingen laagdrempeliger kunnen worden uitgevoerd door verpleegkundigen. Nou, het mes snijdt hier aan twee kanten. De AI zorgt er eigenlijk voor dat de zorg effectiever wordt omdat er betere diagnoses kunnen worden gesteld. En het werk van het zorgpersoneel wordt hierdoor verlicht. We hebben heel veel steun gekregen van een nummer van bronnen. We hebben de MIT en Eurostars grant gehad. We hebben ook heel veel steun gehad van de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit van Groningen. En ook van onze investeerders als NLC. Wie belooft in onze missie. De RVO van Nederland is zo belangrijk voor ons en zo grote supporter van ons dat wij willen. Ze vinden het echt belangrijk voor ons dat onze innovatie uit van de universiteit lab en naar in de echte wereld om te beginnen meteen of zo snel mogelijk de patiënten dat we kunnen echt goed helpen geven.